Jongens, welkom! Vandaag zijn we weer in het prachtige Contentveen en we staan hier bovenop de kerk om even een mooi uitzichtpuntje te... Ja, om te beginnen bij een mooi uitzichtpuntje over de stad. Ik moet zeggen, wat ziet het er toch weer mooi uit. Daar de grote arena, hier het industrieterrein waar we druk mee bezig zijn. Daar een klein stukje van het nieuwe gebied en natuurlijk het grote kasteel. Oh, wat is het weer mooi allemaal! En oh ja, ik heb een kerstmuts op en een vogeltje op mijn schouder. Kijk, de vogel op mijn schouder, dat is Hector. Gewoon Hector de vogel, die kennen jullie wel, maar... De kerstmuts, ik weet niet hoe ik hem af moet doen, dus ik ben maar gewoon akkoord gegaan met het feit dat Minecraft een kerstmuts op mijn hoofd heeft gezet. Dankjewel Minecraft. Maar goed, wat leuk dat jullie er weer zijn. Ik wil vandaag een paar dingen doen. Het is nog steeds de vakantieperiode. Het is kerst is net geweest, nu komt oud en nieuw eraan en zo. Oftewel, ik heb het erg druk met ook gewoon mijn familie en vrienden en vogeltje. Waar ga je heen? Hector, wat ga je doen? Hector, ga toch niet naar beneden? Hey, Hector. Hallo, waar ga je heen? Oh, kijk, hij komt alweer. Oh, nee, hij gaat weg. Dag! Nee, maar ik heb het druk natuurlijk met familie en vrienden. Dus ik ga proberen om alsnog video's te blijven uploaden deze paar dagen. En of ze nou net zo lang zijn als normaal, dat kan ik natuurlijk niet garanderen. Maar ik doe mijn best, jongens. Even goed. Dus waar ik vandaag mee wil beginnen is eindelijk een keer even deze farm vullen met daadwerkelijk eten. Want nu kan je er wel leuk aan zeggen van, hey, kijk, een farm. Maar ja, er valt letterlijk niks te vreten. Maar daarvoor hebben wij heel veel seeds nodig. Ik denk niet dat... Ik heb wel veel seeds, maar ik denk niet dat ik zoveel seeds heb. Want ik wil er gewoon, net zoals hier, wil ik er gewoon wheat hebben. Dus laten we het even bij elkaar rapen. Even dat gras dat ik bij me heb wegdumpen. Zo. Hoeveel seeds ga ik vinden? 2. Nou, daar redden we het vast mee. Hier iets meer dan 2 stack. Oké. Ik denk dat ik even naar mijn kasteel moet lopen. En dan heel erg moet hopen op gewoon meer seeds. Ik weet niet waar het vriendinnetje van Hector is. Je hebt Hector en... hoe heet de vriendin? Ik weet niet hoe de vriendin van Hector heet. Het andere vogeltje. Ik weet niet waar die is. Zal zich ook wel ergens bevinden. Misschien gewoon nog hier. Ah, kijk hier. Hier hebben we Magda. Wat doe jij? Waarom ben jij weg bij Magda, Hector? Ga eens terug naar Magda, gezellig. Het is dat ik jou niet kan laten zitten. Dat is moeilijk. Oké, hebben wij nog ergens genoeg seeds? Oei. Ik denk dat ik een grote teleurstelling tegemoet sta, jongens. Ja, dat betekent dat we de farm die we al hebben helemaal moeten farmen. Helemaal leeg moeten halen en dan opnieuw moeten gaan farmen. Zodat we al de seeds daarvan kunnen gaan hergebruiken. Nou, laten we dan maar eens beginnen, hè. Ik denk, ja, meer kan ik er ook niet van maken, jongens. Ik moet gewoon dit gaan farmen, want ik heb seeds nodig. Een beetje primitief weer na zo lang al een survival hebben. Zo, dan planten we dit gelijk even terug, want we hebben nu wel heel veel zaadjes, maar meer dan de helft daarvan wordt natuurlijk teruggeplant. Dat is natuurlijk een dingetje. Maar ik ben wel benieuwd, jongens. Hoe zijn jullie feestdagen geweest? En of zijn ze nog? Sommige mensen hebben zelfs een derde kerstdag. Ik neem het nu op de dag na tweede kerstdag. Dus voor mij is kerst weer helemaal voorbij. Maar ja, de kerstboom en zo staat nog wel allemaal in huis. Maar ik ben benieuwd. Wat hebben jullie allemaal lekker gedaan? Laat even weten in de reacties hoe jullie kerst was. Zo, alles is teruggeplant en dan hebben we echt nog heel veel over. Dus laten wij dan ook nog even deze twee dingetjes hier doen. En dan kijken hoeveel seeds we hebben. Kijken of we dat kunnen gaan gebruiken. Zo, alles terugplanten gelijk. Zo, dan hebben wij nu behoorlijk wat seeds. Die gaan we allemaal gelijk gebruiken. Door naar die farm daar te lopen. Oeh, dat is wel echt een hele grote farm, jongens. Ik ben bang dat dit echt bij lange na niet genoeg seeds gaat zijn. Maar laten we op zijn minst dit farmen. Dan groeit het even, hakken we daarna een keertje opnieuw. Zodat we daarna verder kunnen gaan met de farm. Maar laten we eens kijken hoeveel stacks ik hier... Hoeveel zijn het er eigenlijk? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iets meer dan 11 stacks. Nou, dat gaat niet genoeg zijn. Alright, ik heb er nog maar 10 over. Die gaan we nu opmaken. En dat komt bijna precies uit. Ik heb dit kleine veldje hier tot zover kunnen vullen. En dit hele grote veld hier... is wel helemaal gevuld. Dus daar ben ik heel blij mee. Sommige zijn al meer gaan groeien dan de rest voor een of andere reden. Maar als dit natuurlijk helemaal vergroeid is, jongens, dan wordt het uiteindelijk geel. En dan ziet het er veel leuker uit. Want dan komen die groene blaadjes er echt mooi tussenuit. En die rode puntjes op die groene bloemetjes. Oeh, wat gaat het mooi worden. Maar goed, dan is het nu tijd voor wat anders, jongens. Even weer terug in de stad. Kijk, dit ziet er al goed uit, maar nog niet goed genoeg natuurlijk. Laten we heel even de wheat die we hebben gefarmd, laten we die heel even hier stoppen. Zo hebben we nu namelijk niks aan. En dan gaan we terug naar de stad, want ik wil even iets gaan bouwen wat ik al een tijdje wil gaan bouwen, maar nu eindelijk een keertje echt ga doen. Namelijk het museum van Alfred de Archeoloog, jongens. Die hoort hier te komen. Het is al veel te lang, is het gewoon een muurtje. En het simpel is, het enige wat ik hoef te doen is de ingang hier te bouwen. Want deze muur hier kan ik heel kaal gaan bouwen. Daar kijkt namelijk niemand naar. Waarna komen twee andere huizen tegenaan. Dus laten we daar gewoon even een beginnetje aan maken. Dat ga ik gewoon leuk aan jullie laten zien hoe we dat gaan doen vandaag. Het gaat ook niet al te ingewikkeld worden natuurlijk. En dat is het mooie eraan. Maar wat we wel gaan nodig gaan hebben is wat normaal steen. Waarvan de helft stone brick zal maken. Dan heb ik cobblestone nodig. En dat heb ik niet hier liggen. Dus dan moeten we heel even... daarin vliegen naar dit huisje. Want hier stikt het van de cobblestone volgens mij ergens. Ja, hier. Hoppakee. Dat endersite is altijd welkom. En dan gaan we terug. Dan waar we mee beginnen, jongens, is dit muurtje hier even helemaal opvullen met steen.
cobblestone en stone bricks. Gewoon voor het mooie patroon natuurlijk. Ook al ga je het niet zien, kan ik niet veroorloven om te zeggen ik maak maar één soort blok. Dat vind ik dan weer net te erg, weet je. Te simpel. Ik weet alleen niet hoe ik het eruit wil laten zien. Daar ben ik het nog niet helemaal over eens. Ik denk dat het wel een hoog gebouw wordt. Dat hij echt een beetje tot het randje daar komt, weet je. En dat er een klein A'tje, of nee, ja, een A'tje van Alfred opkomt. A, de, ja, Alfreds Museum. Dus of een M of een A moet erop komen. Ik denk dat een M nog te verwarren kan zijn met Max. En het is van Alfred, het is niet van mij natuurlijk. Ik ga het bouwen. Maar het gaat Alfreds Museum worden. Ik denk dat de ingang gewoon zo moet zijn. Dus dan even kijken, dat gaan we van meerdere soorten blokken natuurlijk doen. Zo, een lekkere hoge ingang gaat het worden. Zo. Ja, dit is een lekkere hoge ingang. Dan wil ik pilaren hebben. Hier en hier zo. Dan moeten walls vol gebruikt worden. En ik heb niet zo'n ding bij me. Dus dan moeten we daar even naar mijn stationnetje gaan. Wat doen we? We doen stone brick walls gemengd met cobblestone walls. Maak even een stekje ervan. Ik wil namelijk een soort overkapping aan de voorkant hebben, weet je. Ik weet alleen niet of die helemaal van steen moet nu ik dit steen er zo bij haal. Maar ja, hè? Hij is een archeoloog, dus daar is ook alles van steen wat hij vindt en zo, weet je. Dus dat zal wel goed zijn. Zo, zo. En dan cobblestone. Nee, doen we ook stone brick. Zo, hoppakee. Juist, hetzelfde hier. Bonk, 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 bonk. Oh, die mag weg. En dan toenk. Doenk. En dan die zo afsluiten. Ja, kijk, hoe ziet dit eruit? Oeh, dit ziet er al interessant uit, jongens, aan de voorkant nu, hè? Dat begint al leuk te worden. Begint al op iets te lijken. Dit natuurlijk weer zo. Hoppakee. En dan hetzelfde aan de andere kant. Hier. Oké. Nu krijgen we een beetje een idee hoe het eruit kan gaan zien. Het moet er iets minder als een normaal huis uit gaan zien. En iets meer als een bedrijf, weet je. Zoals een museum dus. Dan denk ik dat we hier even deze weg moeten halen. Oeh, daar heb ik geen ruimte voor in mijn inventory. Wat gaan we weggooien? Nou, deze 5 sterren kunnen we al weg. Maar die kan ik weer oppakken. Zo, hoppakee. Want ik heb nodig wat ijzeren objecten. Ik heb iets te veel spullen in mijn inventory trouwens. Laten we even wat dumpen. Ik heb net te veel bij me. Zo, heb ik bijvoorbeeld cooldrons. Heb ik die ergens staan? Nee, is dat zo? Moet ik die gaan... Ik moet die gaan kopen. Ik moet die gaan kopen. Wat een verdrietige periode dit. Gaan we gelukkig hebben wij de ijzerfabriek, jongens, waar wij heen kunnen. Daar kunnen we naar binnen. En dan kunnen we net zoals altijd kunnen hier wat diamonds pakken. 1, 2, 3. We pakken ze allemaal. Zo. Dan gaan we even weer shoppen. Ik heb cooldrons. De cooldrons zijn uitverkocht. Dat meen je. Spijtig. Oké, ik heb wel ook Enfields nodig. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zo. Dan kopen we maar gewoon wat los ijzer. Heb ik niet nog los ijzer? Ja, drie maar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dan zijn we weer bijna helemaal blut. Maar dat maakt niet uit. Heb ik nog iets nodig? Chains heb ik nog. Nee, hè. Nee, joh. Meer hebben we niet nodig. Hier redden we het low mee. Ik moet even oppassen dat ik niet tegen dingen knal. Want hiermee kunnen wij maken. Dat is verkeerde. Hier moet ik zijn. Een cooldron. Boom. Hoppakee. 18. Dat is best wel weinig als ik erover nadenk. Het heeft me heel veel ijzer gekost. Of heel veel diamonds. Oké. Dan gaan we de Enfields hier goed voor gebruiken. Moet dit eventjes ook steen worden. Gras mag weg. Zo, steen. Dit hier ook. Steen, steen, steen. Steen, steen, steen. Hop, hop, hop. Kabouter. Plop, ping, pong. Oh, pong. Zo, dan komt-ie, hè. Hier een cooldron, hier een cooldron. Dan Enfield, 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 Enfield. Dan mag dit gewoon maar even dicht zo. Kijk, dat ziet er al interessant uit. Dan hierachter mag op dit niveau gewoon gras komen. Ah, ik heb niet meer gras bij me, dat meen je. Nee, wacht, weet je. Oh, hier ligt precies 2 volgens mij. Ja, er lag precies 2, dat had ik net gehakt. Maar dat gooide ik weg. Hoppakee, zo. En dan kunnen we daar mooie bosjes op... Oh, wat ben ik toch weer. Jongens, wat ben ik toch weer trots. Gewoon op zulke kleine, simpele details kan ik echt goed op gaan. Dat vind ik altijd echt leuk. Normaal doe ik dit in timelapses, maar wederom... Soms vind ik het gewoon leuk om lekker zo te doen. Oh, maar ik heb hier geen leaves liggen, zeker, hè? Nee. Die heb ik weer heel erg anders liggen, de leaves. Ja, natuurlijk. We mogen weer helemaal die kant op vliegen. Kijk, hier zijn mijn leaves. En, oh, bone meal, die heb ik ook nodig. Zo, gaan we gelijk mooi benutten. Dat doen we zo, 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 zo. En dan die mooie rode plantjes natuurlijk. Hier één, hier één, hier één en hier één. Dit is een mooi entree tot nu toe voor Alfred zijn archeologie museum. Zo, zo. Dan daar natuurlijk hangen wij chain, chain aan. Hebben wij deze prachtige dingen nodig. Zo, zo. Nou, moet je zien. Dat is leuk. Allright, laten we nu dan wat extra details toe gaan voegen. Zo, of details, wat fundamentele bouwdingen toevoegen. Zoals dit hier, zo, zo, hoppakee. Dan is het wat mooi rond. Dan hier voegen wij even een ster toe. En hier ook een ster, hoppakee. Zullen we hier dan gewoon hetzelfde doen? Zo. En dan moet ik eigenlijk even een beetje variëren in blokken, zo te zien. Dus meer zo, hoppakee.
Juist. Oeh, en dan kan daar het randje... Welk blok kan daar op hout? Ja, we moeten denk ik wel hout gebruiken, hè? Kan daar een mooi lijntje hout zo op? Ja. Ja, dat gaan we doen. 100%. Zeg maar dat ik dat hier heb liggen. Zeg maar dat ik hout hier heb liggen. Hout, alsjeblieft. Nee, natuurlijk niet. Maar maakt niet uit. Daarvoor hebben we natuurlijk de bootwinkel, jongens, hè? We gaan lekker naar de bootwinkel met z'n allen. Eigenlijk ik alleen, maar jullie kijken mee hoe ik naar de bootwinkel ga. En in de bootwinkel wordt hout verkocht, maar het hout is op. Het hout dat ik nodig heb is op. Een situatie waar wij ons in bevinden. Oké, ik heb uiteindelijk 1 stek kunnen ronselen uit de steenfabriek waar Floor nu aan de slag is. Dus dankjewel voor die ene stek, Floor. Je komt maar ooit een keer geld halen bij me. Kijk, hier kunnen we nu zo toen opdoen. En dan dit dichtcarven zo. Dan klopt het. Alleen dit blokje niet. Oh, maar dat hoeft ook helemaal niet. Want dit muurtje hier moet uiteindelijk ook heel anders worden, jongens. Het hoort uiteindelijk een beetje zoals dit te worden. Wacht. Kunnen we maar gelijk beter doen, weet je? Want ik wil Alfred niet teleurstellen in de toekomst. Want aansluitend aan dit komt natuurlijk het huis van Fred, jongens, binnenkort. Ik weet nog niet wanneer ik daar aan ga beginnen. Ook waarschijnlijk heel snel. Waarschijnlijk een beetje na de feestdagen ga ik weer timelapses maken. Zo voor jullie zoals normaal. Maar hey, als ik dat nu zou doen, zou ik gewoon niet genoeg tijd hebben om heel veel video's te uploaden zoals ik graag wil altijd. Dus vandaar, maar dit is ook prima. Even kijken hoor, dit ziet er goed uit. Zo dat het muurtje hier zoals dit komt. Even denken, hoe gaan we dat doen met het hout? Ik denk gewoon hier in het midden. 1, 2, 3, 4, 5. Zo. Toen. En dan, ja, dit kan gewoon serieus op deze manier. Ja, gooien we het hier gewoon weer dicht zo op deze manier. Hoppakee. En aan de andere kant doen we precies hetzelfde. Nou, moet je zien, jongens. Moet je zien hoe dit eruit ziet. Moet hier eigenlijk ook toch wel even een houtrandje komen. Om het een beetje netjes af te sluiten. En aan de andere kant ook natuurlijk. Ik wil alleen even beslissing maken. Welke kleur ga ik daarachter doen in Alfred zijn museum? Goeie vraag. Wat gaan we doen? Rood kan. Want rood mist hier en dan hoef ik de huizen niet rood te maken. Ik denk dat dat wel een leuk is. Misschien die achterste ook, maar deze hier hoeft dan niet specifiek rood te zijn, weet je? Ja, dat gaan we doen. Of zullen we wit doen? Dat we wel dat huis van Fred rood maken. Ik denk dat wit leuker is. Dus laten we daarvoor wit toch gebruiken. We hebben nog niet zoveel witte huizen naast deze. Dus als ik dan even wat steen nog meer weg kan doen. Zo, wat ik toch nu niet ga gebruiken. En wat wit spulpak. En gelijk wat glas heb ik nodig dan. Heb ik dat glas toevallig? Vast wel alsjeblieft. Ik smeek je 1 glasblok hier. En voor de rest geen glas. Nee. Oeh, maar ik weet nog echt iets van 10, 20 afleveringen geleden. Heb ik volgens mij een keer zand gegooid in... In het smeltkamertje hier. Ik weet het niet meer zeker. Is dat inmiddels wel helemaal gesmolten? Nee. Smooth sandstone. Oh nee, dat heb ik nooit gedaan. Wat een teleurstelling. Wat een teleurstelling. Nou, dan maar heel even nog geen glas. Dat komt wel. Eerst eventjes dit plaatsen gewoon. Hoppakee. En hoppakee. Oeh, misschien kan ik ook wel in plaats van een A, jongens. Want ik wil natuurlijk een A maken hierop. Maar misschien kan ik ook wel gewoon een bot. Ja, een bot. We gaan gewoon een pixel art van een bot gaan we erop bouwen. Oeh, dat is een hele leuke. Dat is een hele leuke om te doen. Eerst even wat leuke details met hout toevoegen. Hier die. Dan hier die. Hier hetzelfde. Of dat zullen we daar trouwens een slab doen. Dat is denk ik leuker. Dus het daar wat dikker dan in het midden. Zo. Dan natuurlijk gewoon het standaard riedeltje zoals dit. Wat we wel basically bij elk huis in de stad doen. Maar ja, ik vind het gewoon zo mooi. Dus ik blijf het doen. Hier die. Hoppakee. Dan daar ook dat zo. Dan wat leaves mooi hier doen. Gewoon zo. En dan zo. Waar we de zijkant ook weer mooie trapdoortjes plaatsen. Alleen ja, ik heb het glas heb ik nog niet om het gaan plaatsen. Maar ja, hè? Ik weet dat daar glas komt, dus dat is goed genoeg. Dan wil ik nog een verdieping erop met nog meer witte ramen en zo. Even kijken, hoe gaan we dat doen? Ik denk door deze eentje lager te doen. Deze trapdoor zo. En dan hier slap. Of ster bedoel ik. En dan slap, 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 slap. Trapdoor. Trapdoor. En dan dit. Ja. Pff. Voor nu maar even zoiets. Maar uiteindelijk komt hier natuurlijk de muur van dit andere huis. Dus daar moet ik wel even rekening mee houden. Dan weer 1, 2, 3, 4, 5. Oeh, daar komen we wel heel dicht bij het plafond. Maar dat is goed. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan gaan we het allemaal carven. Oh, ik word helemaal gek van die vogel. Die maakt altijd van die creeper geluid. Dus het is net alsof er een creeper achter me staat. Maar er is het Hector de vogel. Je laat me schrikken, Hector. Je maakt me telkens bang. Hier, hoor je dat? Doet hij het weer? Ja, dit ziet er goed uit, jongens. Als we nu gewoon een simpel dakje erop maken, dan kunnen we het botje erop gaan tekenen of gaan bouwen, wat ik net vertelde. Ik denk dat Alfred hem zelf mag inrichten van binnen, want ik weet niet precies hoe en wat hij leuk vindt en wat hij allemaal wil laten zien, weet je. Maar laten we even kijken of we dat bot kunnen maken. Oh nee, we doen wel gelijk het bot. Daarna pas het dak. Oké, jongens, ik heb wat coolers gevonden dan een bot, want een bot is denk ik een beetje te krap hiervoor. Maar... ik weet niet of het gaat lukken. Dat is een beetje een ding. Dus daarvoor moet ik wel even gaan kijken. Maar ik ga mijn best doen. Maar voor dit kleine dingetje ga ik even een timelapse creëren. Toch wel, omdat het zo'n klein dingetje is. En ik denk dat het wel leuk om te maken. Het gaat 1 shot zijn. Het gaat 10 seconden duren. Veel plezier met kijken naar deze kleine verrassing.
Hey jongens, daar zijn we weer. En het hele huis is aangepast. Laat ik eerst even slapen, dan is het gewoon weer dag. Maar het hele huis is aangepast. Ik heb al het hout eigenlijk weggehaald. En ik heb de bovenkant vervangen voor een groot schedel van een opgegraven dier. Je zou zeggen, hij staat niet in het midden, maar dat staat hij natuurlijk wel. Dit muurtje hier moet je eigenlijk nog even wat hoger denken. Maar wederom, dat kan nu niet echt. Omdat ik, ja, dat ga ik pas doen zodra ik dat huis ga bouwen hier. Dus eigenlijk kan dit muurtje beter ook gewoon weg. Als ik er nu over nadenk. Ik weet niet waarom ik deze specifiek hier gemaakt heb. Het is eigenlijk alleen maar verwarrend voor jullie, dit muurtje hier. Dus laten we deze maar even weghalen. Zo, hoppakee. Kijk, dan zien jullie iets meer wat ik allemaal in gedachten had, hoe ik het wilde hebben. Dit muurtje hier moet ook even mooi gehakt worden. Zo, hoppakee. Kijk, ik heb in ieder geval een groot schedel gemaakt van een, ja, wat is het? Een dino, een draak, een, je mag zelf invullen wat het is, weet je. Ik heb merendeels van het tutorial, ik kan het echt niet zelf bedenken. Maar het ding is, nu is het dak moet erop komen. Ik wil die oortjes eigenlijk wel houden. Dus ik denk dat ik daar een soort platstenen dak erop ga maken. Of plat houten dak bedoel ik, maar dan heb ik even wat meer hout nodig. En daarachter dan weer verder gaan met de steen. Dan wordt het toch een iets meer stenen huis dan verwacht. Dus kijk, laten we dan, laten we dan hier vanaf dit punt met stairs gaan werken. Zo, en dan hier ook zo. Dan zo, 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 hoppakee. Zo, zo, zo. En datzelfde aan de binnenkant dus hier. Zo, zo, zo. Dan hier al een slapje. Hier ook al eentje hoger. Ster, slap, ster. Oké, kijk, er begint er al een mooi dak op te komen, zie je? En dan vanaf dit punt hier dacht ik gewoon weer zo een mooi stenen lijntje te bouwen. Zoals dit. Ik denk dit is wel leuk, jongens. Dit is toch wel hartstikke leuk op deze manier. Hier misschien weer even een mooi lantaarntje zo op de grond plaatsen. Hoppakee. Heeft hij ook wat licht weer. En dan bouwen we dit gewoon helemaal tot het plafond. In plaats van dat we een keertje een dak erop maken, is het denk ik gewoon leuk om het letterlijk tot het plafond, zodat hij niet hoger kan te bouwen. Zo, hoppakee. En dan even denken, dit randje hier hoeft helemaal niet. Dit hier natuurlijk wel, dus deze gaan we even helemaal opvullen zo. En even het randje van dit huis hier even mooi maken, zoals... Nee, skip dat. Daar komt toch... Kijk, ik ga het even goed in die uitleg, jongens. Volgens mij ben ik heel verwarrend bezig. Zoals je nu kan zien, dat onderste muurtje daar, echt precies dit muurtje, dat wordt natuurlijk gewoon de achterste wand van deze twee huizen hier, weet je? Die muur hier. Vandaar dat het er een beetje rommelig uitziet natuurlijk. Als ik dit gewoon helemaal opvul, eigenlijk tot daar, komt het wel goed, weet je? Want dat wordt toch de achterkant van die huizen. En hetzelfde geldt voor deze hoogte hier. Dat kan ik eigenlijk gewoon helemaal opvullen met steen. Gaat toch niet uitmaken, want het enige plek aan het einde waarvan je het museum gaat kunnen zien, is letterlijk recht van voren. Voor de rest ga je het niet echt kunnen zien. Vandaar dat het er zo rommelig uitziet. Je gaat het toch alleen maar vanuit de voorkant zien, weet je. Dus laat ik dat dan gewoon even een keertje afmaken ook. Dan is die verwarring voor jullie ook een beetje verdwenen, weet je. Zo, ik heb hem helemaal dichtgebouwd. Het zal wel echt pikken donker zijn, maar... Ja, het is inderdaad heel donker. Ik kan het bijna niet zien. Maar het geeft wel iets meer duidelijkheid, hè, jongens. Hier komt gewoon een huis tegenaan. Misschien dat je op deze hoogte dan nog wel dat muurtje daar ziet. Vandaar dat die één blokje verder die kant op zit. Ja, ik probeer het allemaal een beetje uit te leggen, jongens. Terwijl ik het zelf ook nog niet helemaal in orde heb. Maar ik doe mijn best, weet je. En dat is belangrijk. Laat ik in ieder geval even dit bovenste randje afmaken zoals ik het wil hebben. En dat is door dit hier gewoon open te hebben op deze manier. Zo, 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 zo. Nog eentje hoger. Pas op Hector dat ik niet doodslaap per ongeluk. Zo, zo. Even denken. Zo. Ja, oeh, ik heb een idee. We gaan het een beetje in kasteelsfeer bouwen. Hier, kijk, als ik dan namelijk hier in het midden nu dit doe. Hector, pas nou eens op. Zo. Oeh, ja. Oeh, dat is leuk. En hetzelfde hier doen. Hier gewoon precies dezelfde vorm telkens maken. Ik denk dat die Alfred heel blij met mij gaat zijn, jongens. Ik denk dat die Alfred niet weet wat hij ziet zodra dit af is. Althans, dat hoop ik. Ik hoop het echt enorm. Vooral dat grote schedel. Ik denk dat hij dat heel leuk gaat vinden. Zo, dat ziet er goed uit. Daarachter doen we nog één laagje. Gewoon helemaal netjes van stone bricks. Hoppakee. Pas op, Hector. Oh, ik heb niet meer stone bricks. Die moet ik even maken dan. Maar dat is geen probleem. Hoppakee. Zo, allemaal netjes. Even kijken hoe het eruit ziet van een afstandje. Het is wel donker. Dus misschien dat ik het nu wel even mooi kan belichten. Even kijken. Ja, het is wel donker. Maar het ziet er wel goed uit daarboven, dat randje. Kijk, dat ziet er echt netjes uit. Laten we het op zijn minst even belichten. Zo. Jou hakken we weg, pangenvang. Nee. Waarom nou? Nu moet ik je helemaal ophalen. Pas dat ik niet dood ga. Ik heb echt nog maar een paar hartjes over. Zo. Dan hier doen we nog even slaps op. Hoppakee. Zo. Juist. Dan hier nog stairs. En slaps trouwens. Om het randje af te maken. Slap. Stair. Slap. Stair. Stair. Slap. Gewoon een simpel patroontje, jongens, zoals dit. Hoppakee. Nou, als dat niet leuk is, dan weet ik het ook niet meer. Dit muurtje nogmaals moet je helemaal negeren, want deze ga je nooit meer zien. Deze muur, zodra die huizen hier staan, ik blijf het zeggen. Dan is het maar duidelijk voor jullie. Eigenlijk moet dit hier ook nog steeds eventjes netjes op deze manier zo. En dan moet ik even dit blokje hier vervangen voor iets. Misschien voor steen zo. Dat dit randje hier ook gewoon steen wordt, weet je? Zoals dit. Geeft het iets meer
je kracht of zo. Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. Beter, veel beter. Hoe ziet dit er van afstandje uit? Het ziet er... Oh, ja. Ik denk dat dit wel een mooi museum is, jongens. Dit spreekt meer museum uit, of meer bijzonder gebouw, dan gewoon een standaard huis. Geen ramen, geen... Het moet gewoon echt bijzonder zijn. En dat is het nu, weet je. Het ziet er nu echt bijzonder uit. Alleen ja, ik irriteer me wel aan het feit... Echt, de volgende aflevering gaan we gelijk het huis van Fred maken. Want ik irriteer me dood aan het feit dat dit muurtje hier nu zo raar is en zo, weet je. Dat klopt geen reet van. En dat komt dan wel. Als in de volgende aflevering al graag. In ieder geval een goed begin gemaakt aan het museum, jongens. Echt een goed begin. We kunnen nu beginnen met even, ja, de vloer erin en zo. En weet ik wat, misschien al een klein beetje interieurwerk voor Alfred, weet je. En dan kan Alfred de rest doen. Maar ik ben wel echt tevreden met het coole schedel dat uitsteekt, weet je. Dat is echt gewoon bam. Museum! Maar voor nu, jongens, ga ik deze video afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Het zoals... Ik al eerder zei, vanwege de feestdagen wat korter. Vandaar dat de content van video's misschien wat anders zijn dan normaal. Ik moet wat meer de video vullen met bouwen zoals dit, weet je. Ook leuk, maar ik vind het leuker om gewoon lekker timelapses te doen. En grootse dingen te bouwen. In plaats van kleine dingetjes zoals dit. Maar het is ook leuk. Hoort er ook bij af en toe, hè. Het ziet er een beetje gek uit, maar dat komt echt door het muurtje. Daar ben ik echt over eens dat het door het muurtje komt. Maar voor nu, jongens, dankjewel voor het kijken deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Volgende video gaan we hiermee verder. Dan gaan we het huis van Fred bouwen en misschien het huis ernaast. In een timelapse, ligt eraan hoeveel tijd ik natuurlijk heb. Dankjewel voor het kijken. Vergeet zeker even niet te liken en te abonneren. En gewoon de support achterlaten, want daar hou ik natuurlijk van, jongens. En dan nu, kijk lekker het vorige content van Heb je het nou gemist? Moet je hem zeker even kijken. Ben je weer helemaal up-to-date van A tot Z, tot B, tot Q, tot G. Tot alle andere letters in het alfabet. En nu spreek je later een glaasje water, tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Yeah!